Ik ben Yvonne Hassing. En ik ben Patrick Hassing. Er stond in één keer een prinskeuzecommissie voor de deur op een woensdagavond, heel onverwachts. En die hebben, ja, met elkaar bepalen ze dan wie ze eventueel als prinsenpaar willen uitnodigen. En dan is het aan ons om ja of nee te zeggen. Nee, ik had geen enkel idee. Ik dacht eerst dat ze nog voor een ander bevriend stel van ons kwamen die wel wat met de carnaval hebben. Dat ze die kwamen vragen eigenlijk, dat ze ons in het complot wilden hebben. Maar dat was dus niet zo. Ja, ik heb een rockkostuum aan. De carnavalsvereniging in Noordwijk is uit van tradities. En traditionele kleding, daar hoort ook het rockkostuum bij. En dat zit als gegoten bij mij. Ik heb een galajurk, een prinsessenjurk zoals de kleintjes het vaak zeggen. En heel makkelijk. Je stapt erin, een rit dicht en klaar. Wat ik zelf vind, vond ik het feest bij in Hillegom. Het Fout is Goudfeest vond ik helemaal geweldig. Ik hoefde een keer niet mijn galajurk aan. En ik kreeg een kwebbel van Kabouter Plop, was een kwebbel dan. Dus ik had makkelijke kleren aan, ik kon lekker mee hossen. Dus dat vond ik een heerlijk feest dan, gewoon om mee te doen. En bij mij geldt de bekendmaking. Dat was heel, heel mooi. Zeker dat de PKC-leden daar heel veel tijd en energie hebben ingestoken. Ook met de liedjes die erbij horen. En dan met name als je eigen bekend wordt gemaakt. En dan de zaal ziet, iedereen heel erg enthousiast is. Dat vond ik een heel mooi moment. Noordgoocollege. Ja, dat is onze feestlocatie, maar we hebben ook onze residentie. Dat is Café de Welst en dat heet nu de Brandkluis. Ja, ik drink alleen maar water. Ik ben denk ik een van de weinige prinsessen die niet alcoholische dranken echt drinkt. En ik houd ook het langste vol op water. Voor mij een lekker biertje. De bal gehakt van Krijn van de Bent. Ja, die zijn echt heel erg lekker. De ballen van Krijn van de Bent. Ja, ik vind de Toreador. Ja, dan zijn er eigenlijk een aantal. Want we hebben natuurlijk een eigen prinsenparenliedje. Ja. Wat heel mooi is. Maar ik ga dan toch ook voor de Toreador. Nou, kijk, als prins dan kan je natuurlijk niet ongestoord je gang laten gaan met bier drinken. Dus ik beperk natuurlijk ook wel. Ik drink wel lekker een biertje, gezellig mee. Maar het is niet zo dat ik daar volop in meega. Het wordt ook wel wat van je verwacht, ook als prins. Met name dat je niet dronken daar rondlopen, bijvoorbeeld. In mijn optiek wel. Het is natuurlijk het feest van de verbinding. Ja, dat hebben we natuurlijk wel als land nodig, zeker in deze tijden allemaal. Nee, ik ga er wel vanuit dat het blijft bestaan. En je ziet ook binnen onze vereniging dat het steeds groeit met aantallen. Als je ook kijkt naar de vlichtoptocht aanstaande vrijdag, de 21ste. Dat het gewoon helemaal vol zit met alle karren, alle loopgroepen, dat er gewoon niks meer bij kan. En dat we gewoon maatregelen getroffen moeten worden om het publiek een beetje in stroom te houden. Ja, dan denk ik dat het wel gewoon blijft, zeker hier. Ja. Genieten, want ik heb gehoord dat voor je het weet is het over. En wij zijn dus nu ook volop aan het genieten, want ja, wij weten ook niet wat ons te wachten staat. We zijn er met een blanco iets ingedoken en tot nu toe is het gewoon hartstikke leuk. Polonaise. Polonaise. Zolang het geel is en het heeft de schuimkraag, is het voor mij goed. Ik weet het, zou ik niet weten. Nou, de Bollenstreek, want Brabant heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, ga ik ook voor de Bollenstreek.